Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel Oom op een Bouwquiz, met vandaag een nieuwe aflevering van mijn One Man Army serie. We zitten op een 2-streak van een aantal geslaagde potjes en we moeten er dus nog 3. Hopelijk wordt dit potje ook een geslaagd potje en dan zitten we dus over de helft alweer. En dan hoef ik er nog maar 2, maar dat is allemaal als ik dit potje allemaal ga winnen. En dat is nog helemaal niet zo zeker, dat moet ik nu gaan bewijzen dat ik dat kan. Het is eigenlijk wel een best wel onmogelijk opgave wat ik me heb gezet. 5 potjes echt en winnen. En de hoogste score hebben. Dat is echt alleen maar mogelijk als je gewoon een party hebt. Die gewoon allemaal redelijk zijn. Wel niet de beste spelers ter wereld. Maar wel gewoon redelijk. En je bent zelf echt host en beast mode. En alles. En alles erop en eraan. Oké, ik wou net zeggen. Er zat sowieso iemand te campen daar. Dat kon niet anders. Next Antoine met zijn sniper. Wow. Allemaal tags oppakken. Elke tag staat gelijk aan een kill. Godverdomme. Komt er weer zo'n tweede durpende teammaat van hem achteraan. Dat is altijd zo vervelend aan heel Call of Duty. Weet je wel, je hebt een kill. Denk van, yeah, ik kan weer gaan rennen. En dan komt er iemand zo omheen, weet je. Van, wat is hier aan de hand? En dan word je neergeschoten, logischerwijs. En dat is kut. Om neergeschoten te worden is niet leuk. Ik sta achter. Niet zo'n klein beetje ook. Dus ik moet gewoon oppassen. Dit is geen goed teken. Jesus Christ. Jezus, ik zit me te concentreren joh. Je wil niet weten. Oké. Nee, ah, oh, godverdomme joh. Komt gewoon ook echt alles tegen me. Komt iemand in mijn rug. Komt iemand van voren. Komt weer iemand in mijn rug. Kijken of er ook nog iemand in dat. Ah, oh, fijn hoor. Wat fijn ook dat ze daar totaal niet achter zitten te campen, weet je. Oh, en dan komt er weer iemand voorbij ineens. Jezus. Ah, chillen span. Ik zit weer te zeiken, want het gaat slecht. En godverdomme, wat een klootzak. Kan ik weer niet tegen. En ik moet hem even concentreren hoor. Want ik kan er niet tegen dat soort teammates. Oké, focus. Gewoon rustig het glasstuk schieten. Oké, dat is stap 1. Hierin lopen. Kijken of hier iets te beleven is. Ja, hier valt veel te beleven. Oké, eerst die kerel daar bovenop killen. Als dat kan. Gewoon even hierin lopen. Rustig blijven. Hopen dat er niet iemand in je rug kwam. Oké. Hou je hoofd koel, Pieter. Dat is essentieel. Hou je aim redelijk. Hier even kijken of hier nog wat te beleven is. Niks. Oh, toch wel. Kut, sorry. Ik werd weer... Er kwam weer zo'n teammaat bij me staan. Die stond natuurlijk weer tegen me. Het zou me niet verbazen als het hem was. Want hij is echt... Ik probeer echt zo hard nu. Hè, en daardoor ga ik juist slechter. Want dit is echt een ontzettend slechte score. Jezus Christus. Dit is echt... Het is natuurlijk ook omdat ik zit te live commentaten. Maar het maakt het er allemaal niet gemakkelijker. What the fuck. Ja, natuurlijk. Verdwijnt die tag natuurlijk weer een centimeter voordat ik eindelijk aankom. Ah, jezus. Een keer over mijn neus weggenoopshoopt. Oh mijn god. Oké, ik weet nu wel waar zijn tactical insertion ligt. En ik ga er niet heen. Want dat moet je niet doen als je ergens wordt gekilled. Er direct weer heen lopen. Oké, even deze confirm oppakken. Dan deze tag. Ah. Jezus, die aim. Focussen, Pieter. Hier iets? Nee. We zijn allemaal bij A. Sta ik bovenaan? Ja, maar net. Ik moet oppassen voor Silver Fox. Oké, staan we het potje te winnen? Ja, het potje staan we te winnen. Het scheelt niet veel, dus het is allemaal nog afwachten. Daar zie ik een double kill. Alleen het wordt maar 1 kill.
Oppassen dat daar niemand vandaan komt. Ik wilde net zeggen. Ik weet nog te herinneren. Dat jij daar een tactical insertion had. En dat jij, die daar had neergelegd. Dus dat je van het trappetje zou kunnen komen. Jezus, dat was wel slim van mij, ook al zeg ik het zelf. Oh, godver. Wat een eind op, joh. Ik kom in ieder geval weer beter in mijn flow. in mijn goed gaaf flow. 21 om 9. Oké, ik sta nu redelijk bovenaan. Het gaat weer een goede kant op. Het gaat weer de betere kant op. Specialist bonus. Als ik een Moab haal, dan is het gewoon in één keer gefixt. Want die Moab is al echt een dikke multikill. Een dikke 300 punten waard. Maar dan moet ik hem eerst wel halen, de Moab. En dat is altijd nog even... dat is altijd heel ingewikkeld als je live commentate. Oké, daar komt nu iemand vandaan als het goed is. Ja. Ik moet ook tags blijven oppakken, want anders dan... Ik ga waarschijnlijk dood op mijn Moab-streak. Dat is eigenlijk altijd. Dus je mag er eigenlijk nooit van uitgaan van... Ja, maar ik kon de Moab halen, weet je. En dan... dat had me dan wel geholpen. Nee, je haalt hem. Ga ervan uit dat je de Moab niet haalt. Oh, kutje, er zat ook nog iemand ook. Snelweg, Geert. Don't overstay me welkom. Ik moet niet te lang blijven als ik eigenlijk niet echt gewenst ben. Want ze zullen voor me komen. En dat is ook zeker. Kutzooi, hij zat een beetje te... Hij had een... noem dat, hij had Citrep Pro. En dat heb ik natuurlijk ook zelf in de vorige aflevering gebruikt. Maar dat is echt fucking vervelend als je probeert te flanken. En je enemies hebben Citrep Pro en Dead Silence. Dat helpt ook niet echt. En als er nog zo'n drie van die killstreaks boven je hangen. Oké, ik kan nu weer een beetje gaan opletten. Met mijn eigen teammates. Jezus, wat zit je hier dan te doen, joh? Zit je die planten te swaffelen of zo? Dit is ook weer echt een wereldspeler daar. Doet zoveel voor zijn team. Nou, in ieder geval wel even een... Dit is dus die wereldspeler. Hij is van campspot gewisseld. Waarom ook gewoon niet, weet je. Hij heeft ook gewoon niet mijn tag opgepakt. Asociale hond. Jezus. Oh, hier is hij uiteindelijk gekild in dit hoekje. Oh, wegwezen. Fuck, verkeerde knop drukte ik in. 3000 punten. Het gaat lekker, het gaat lekker, het gaat lekker. Ik denk dat ik er vrij zeker kan zijn. De derde aflevering op rij ook is gelukt. Jezus. Oh, ik heb natuurlijk gewoon, gewoon Stalker Pro, dus ik hoef me daar helemaal geen zorgen over te maken. We hebben zo'n teammate met zo'n noob bomber. Ik schaam me voor mijn teammate. Echt waar. Is geen grapje, maar ik schaam me gewoon ook echt dieper voor. Niet op mij. Ja hoor. Ik ben de enige zo'n beetje die fucking positief gaat op Irel na. En ik krijg de Predator op mijn kop. Hoe heb ik dat verdiend, Infinity Ward? Ik word gestraft voor het goed gaan. Want ik word met slechte enemies opgescheept. En dat is natuurlijk een straf. En daardoor krijg ik killstreaks tegen me. En daardoor ga ik zelf ook dood. Ja, zo hadden jullie er nog niet tegen aangekeken, maar het is wel zo. Wat jij hier dan weer te doen, joh? Jezus, next Antoine. Hoop campers kom ik hier tegen. Ik dacht dat alle campers naar Black Ops 1 waren verhuisd. Of dat die daar nog zaten. Maar het... het is pittige tegenovergestelde. Jezus Christus. Oh fuck, fijn. Schiet hem maar, joh. Gewoon, je stay calm. En schiet in de rond als je wordt geflasht. Nou, in ieder geval een assist daar. Wow. Die kerel liet me echt even schrikken. Ah, het gaat alweer een beetje beter. Oh, dat neem ik terug. Zitten die kerels nou gewoon in dezelfde clan, alleen dan tegen elkaar? Oké. Dat kan dus blijkbaar ook. Waarschijnlijk zijn ze elkaar gejoined in progress of zo. Dat doe ik ook wel eens af en toe met mijn vrienden. Dat is fucking grappig als je ze dan killt.
Ik zweer het je. Als je denkt dat een Moab halen voldoening geeft, probeer dan maar eens een vriend van je te killen op een Moab streak. Dat geeft pas een voldoening, joh. Dan ga je echt van... Oh, jezus. Nou ja. Ja, ik heb het potje gewonnen. Het potje is gewoon fucking afgelopen. Het potje is gewoon fucking afgelopen. Omdat de score limit... Of omdat de time limit op is. Op terminal. Nou, dat betekent één ding. Dat betekent dat je teammates flink passief hebben gespeeld. En dat is ook vrij zeker ook als je deze scores kijkt. Jezus Christus, halleluja. Ik heb echt medelijden met de enemies hoor, want volgens mij zaten mijn teammates flink te campen. Maar ja, mocht je deze video leuk vinden, geef me een duimpje omhoog. Dat helpt me ontzettend met het motiveren van afleveringen. En ja, het is eigenlijk gewoon leuk in het algemeen om duimpjes omhoog te zien. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen doen. En dat maakt mij gewoon blij. Ik check jullie later, gasten. Ciao.